Van harte welkom in ons tiny house. Onze grote trots, het mooie huisje. Ja, en hoe tiny is jullie huis? 20 vierkante meter, als je de slaaploft erbij optelt. We wilden altijd in een houten huis wonen. En we hadden de tijd, we hadden 4 maanden, want we doen seizoenswerk. Toen dachten we, ja, vet, waarom niet? En toen zijn we zelf zoiets gaan maken. Waar moet zo'n tiny house aan voldoen? Hij mag niet zwaarder zijn dan 3500 kilo. Dus het huisje staat op een trailer die achter de auto natuurlijk hangt. Hij mag niet hoger zijn dan 4 meter, niet breder zijn dan 2,55. Hoeveel kostte het om het tiny house te maken? Ongeveer 25.000 euro. Maar dan heb je wel echt gewoon een heel compleet huis, geïsoleerd en wel met zonnepanelen en alles erop en eraan. Waar laten jullie alles? Nou ja, dit is bijvoorbeeld onze trap waarmee we natuurlijk naar boven lopen naar de slaapkamer. Maar tegelijkertijd is dat ook een kast. Er zitten de glazen in bijvoorbeeld, wat kleding, hier wat troepjes en zo, dat soort dingen. Dat is allemaal super handig. Achter hier staat ook een tafel en dat is ook tegelijkertijd weer een kistje waar het een en ander in kan. Er zitten 2 accu's met een omvormertje. Dus hier komt al onze stroom vandaan. Hoe zit dat met de regelgeving? Het is gedoogbeleid. Officieel recreëren we hier en wonen we bij mijn ouders. Maar omdat we de hele winter vaak op reis zijn, wordt dat in ons geval dan gedoogd. Nou, dit is onze keuken. Aan deze kant de badkamer. Voor de wc hebben we een separet. Het is een composttoilet, dus alles valt in een emmer. Tenminste, de vaste stoffen en de vloeibare stoffen die gaan voorin erin. Dat wordt met het water van de wastafel en van de douche, komt het allemaal bij elkaar uit en gaat het door de hele fietenfilter en komt het weer gezuiverd in de natuur. Ja. Zie je jullie zelf later in een heel groot huis gaan wonen? Als ik al denk aan het schoonmaken van een groot huis, dan word ik helemaal kriebelig. Ieder houtje in het huis hebben we gewoon in onze handen gehad. En je hebt alles precies zo gemaakt zoals je het zelf wilde. Dus ja, als je hier binnenkomt, dat is echt je eigen nestje, zeg maar, je eigen plekje. Het voelt niet als kamperen, het voelt echt als een huis, maar dan gewoon op schaal.